Zo zit hier bij onze burgemeester Huub Broers van Voeren. Je bent de eerste vandaag die de sjerp draagt. Gelukkig hebben ze u omgehoord en bent u niet opgeknoopt. Ik ben een echte Belg. U bent een echte Belg, ja. Goed, en als echte Belg mag u dan ook kiezen tussen onze dilemma's. Ah. SK Moelingen of Standaard? Oh, dat is een moeilijke. Allee, ik ga toch voor mijn eigen dorpsploeg kiezen. Omdat bij Standaard een beetje te gek is op dit ogenblik met Sapinto. Oké. Frida Brepoels of Bart de Wever? Geef me Bart. Wielertoeristen of motorrijders? Motorrijders. Olivier Menguin of José Appart? Dan geef me toch maar Appart. Forel of kabeljauw? Forel natuurlijk. Goed, er is op heel wat plaatsen gesproken de jongste jaren en ook hier vandaag aan deze tafel al over fusies. Ja, Voeren is een beetje letterlijk en figuurlijk een buitenbeentje hier in onze provincie. Jullie zullen wellicht nog een tijdje zelfstandig blijven. Wel, ik denk dat wij eeuwig zelfstandig moeten blijven als de wetgeving niet verandert. Er is die bijzondere wet van 1988, waar blijkbaar alle politieke partijen, of ongeveer alle politieke partijen, afgesproken hebben dat Voeren volledig geblokkeerd blijft. Dat is ook de reden waarom dat wij een eigen politiezone hebben. We werken wel zeer goed samen met Bilze Hoesseltriemst, ook gemeentelijk en zoiets. Maar dat is een probleem voor ons. Financieel is dat vaak een probleem. We zijn te klein, we hebben maar 4.155 inwoners. Dat betekent dat ook die gezinnen, die 1.701 gezinnen, dat die ook alle belastingen moeten ophoesten om zo'n gemeente met 200 kilometer wegen in stand te houden. Dat is niet gemakkelijk. Ja, nu mochten die inwoners van Voeren ondertussen vragen hebben, dan mogen ze dat altijd via onze Facebookpagina insturen en leggen we het hier meteen aan hun burgemeester voor. Nu, je zegt het al, hè, het wordt allemaal alsmaar duurder. Het runnen van een gemeente als dusdanig, de verschillende diensten, de verschillende specialiteiten die alsmaar meer worden opgelegd, blijft dat nog betaalbaar voor een gemeente als Voeren? Dat is de vraag die je moet stellen natuurlijk. Nu, we hebben als principe aangenomen dat we geen belastingen gaan verhogen. Dus daar houden we ons aan. Dat is ook niet nodig op dit ogenblik, moet ik ook daarbij zeggen. En gelukkig zijn bij ons de mandatarissen erg goedkoop. Zowel de burgemeester als de schepenen. Bijvoorbeeld, ik heb als burgemeester, dat is niet om te zeggen, ik heb maar, veel minder dan de ambtenaren die bij ons werken. Ik wil maar zeggen, die lonen gaan dan weer niet omhoog. Maar is dat betaalbaar? Het moet betaalbaar blijven. Maar op een bepaald ogenblik zal je moeten saneren. Dus gaan er mensen in pensioen? Dan proberen we toch te kijken hoe dat we dat kunnen opvangen door herverdeling van taken. We proberen dat. Maar ik moet wel zeggen dat wij op de 17 jaar dat ik dus burgemeester ben en wij de meerderheid hebben, dat wij toch van 3 naar 16 ambtenaren gegaan zijn en dat wij van 4 arbeiders toch naar 20 arbeiders gegaan zijn. Ja, want Voeren vroeger, dat stelde met alle respect niet veel voor. Alleen je moet eerlijk zijn, je kan dat hele grondgebied van 52 hectare, vierkante kilometer groot, dat kan je gewoon niet onderhouden met 4 mensen. Dat is onmogelijk. Je hebt natuurlijk Aquafin, je hebt natuurlijk Infractie, je hebt natuurlijk andere operatoren die er werken. Maar goed, daar moet je ook aan bijdragen. We hebben nu bijvoorbeeld bij ons in Schravenvoeren, in mijn eigen dorp, een zeer groot project van Aquafin met de Vlaamse Milieumaatschappij. De gemeente moet daar participeren. We gaan kabels ondergronds leggen. De voer wordt gerenoveerd. Er komt eindelijk een fatsoenlijk voetpad bij ons in Voeren. Maar dan moet je dan op wachten totdat er ook middelen van extern komen. Want anders kan je dat zelf niet. Ja, u had het daarnet al over samenwerkingsverbanden van de politie met de zone rond Bilze, Hoesselt en Riemst. Zoeken jullie als gemeente zelf ook dat soort samenwerkingsverbanden? Wel, wij zoeken dat inderdaad. Hè. Maar ik kan ook zeggen, bijvoorbeeld, als wij grote acties houden, politieacties houden, dan doet de zone Bas Meus en dan doet P.I. de Herve en zo. Die doen ook mee bij ons samen met de Nederlanders. Dus ons gebied, dat vergroten wij wel om samen te kunnen werken. Maar met Bilze, Hoesselt en Riemst hebben we sowieso een grotere samenwerking dan met alle andere gemeenten. Ja. IJs de Margraten ook, onze Nederlandse buren, daar werken we ook zeer goed mee samen. En Gulpen-Wittem eigenlijk ook. Ja, en wat zijn zo de samenwerkingsverbanden als gemeente die dan doet? Als gemeente, dat kan bijvoorbeeld heel eenvoudig zijn, het uitwisselen van materiaal dat wij niet hebben, maar dat Riemst bijvoorbeeld wel heeft, dan kunnen we dat materiaal, natuurlijk, daar staat iets tegenover, kunnen compenseren. Bij examens bijvoorbeeld ook juryleden aan elkaar uitwisselen. We hebben dus de vaste juryleden van ons in Riemst zitten. En dergelijke zaken allemaal. Secretarissen die met elkaar vergaderen en die dus ook bepaalde richting aangeven. Bij de politie is het nog veel meer. Daar hebben we 15 punten waar we echt samenwerken. Bijvoorbeeld het flitsen. Ik neem dat een van de meest heikele punten voor de bevolking natuurlijk.
Wij werken ook met de flitswagen van Bilze. We gaan nu een nieuw toestel kopen, waar wij dus Bilze Hoessel Trimst en Voeren, waar wij elk een deel van betalen. En dan wordt dan uitgewisseld in de 3 gemeenten. Want ja. Wij draaien in Voeren nog met rolletjes, hè, maar dat gaat gedaan zijn binnenkort. Ja, ja. Betekent dit ook dat Voeren zich minder dan vroeger geïsoleerd voelt? Absoluut, absoluut. Het is dus zo dat wij ons helemaal niet meer geïsoleerd voelen. Maar vroeger was dat wel, hè? Ja, vroeger was dat wel. Men wou gewoon niets met Limburg te maken hebben. En ik moet zeggen dat wij met onze groep Voerbelangen, dat wij ook gezegd hebben, maar wij willen wel ook iets te maken hebben met onze Waalse buren. Of je dat nu wil of niet, maar je kan daar niet zonder. De wegen lopen bij elkaar door. Bijvoorbeeld als je moet gaan strooien en je weet dat één stukje van jouw Voeren 2 kilometer door Warsage, de Waalse buurgemeente, ligt, dan vraag je aan de gemeente Dalem, willen jullie dat doen? En wij doen dat stukje voor jullie. En zo werken we ook samen met de Waalse buren. En daarzonder kan het niet. Je hebt politieke verschillen. Uiteraard heb je politieke verschillen. Zelfs over de toestand in Voeren heb je met hen politieke verschillen. Maar de praktijk van samenwerken, die moet kunnen. Ja. Nu, wat die ligging betreft, Voeren is toeristisch enorm gegroeid de jongste jaren. Ja, ja. Is precies die ligging, stukje bij Vlaanderen, vlakbij Wallonië, vlakbij Nederland, is dat de grote troef? De grote troef is natuurlijk ook, ja, we zitten niet ver van het drielandenpunt af ook niet. Hè. De grootste troef is natuurlijk het landschap. Vandaar dat we nu ook een erfgoed beslissing hebben genomen. Geert Bourgeois heeft dus erfgoed, cultureel historisch erfgoed beschermd bij ons in Voeren. Het ligt nu in openbaar onderzoek, dus we zullen zien de klachten of de opmerkingen die er nog komen. We hebben de 5 hoogste punten van Vlaanderen. En op het hoogste punt zijn we ook zinnes. We zijn in Brugge bezig om daar ook een uitkijktoren nog te gaan zetten. En dan kijk je helemaal naar alle kanten. Kijk je zowel naar Nederland als naar ons in Voeren als naar Wallonië. Dat is een nieuw drielandenpunt met name, dan tussen provincies uiteraard. En visueel? Visueel, ja, heel visueel. Je ligt op het hoogste punt, je hebt dus een prachtig zicht aan. Ja. Ja, u heeft het daarnet gehad, hè, over die bescherming van de voerstreek. Ja. Het is eigenlijk een beetje actueel ook, hè, want een van de grote bedreigingen was precies die weilanden die mee dat uitzicht bepalen. En dus eigenlijk die mooie panorama's en met het, met het bedreigen van de melkveehouderij. Komt eigenlijk uw speelterrein uit uw jeugd in het gedrang? Letterlijk. Maar ik ben ook een boerenzoon. Dus dat betekent dat ik ook rekening wil houden met onze landbouwers en zeker met onze veetelers. Ik heb een paar weken geleden nog een gesprek gehad met een veeteler die naar de 60 toe gaat. Die zegt, ja, hoe gaan we dan met de toekomst verder? Wel, die bespreking moet je ook durven voeren. We hebben de landbouwers, de veetelers, ook volledig betrokken, zowel Nederlandstalige als Franstalige, volledig betrokken bij de programmatie van allerlei beschermingen. Want laten we eerlijk zijn, zonder hen mag je op papier zetten wat je wil, maar kan je niks realiseren. Zij zijn de bewerkers, maar ook de onderhouders van ons landschap. En als je met hen overeenkomsten kan maken, dan ga je dat landschap ook kunnen behouden. Want veronderstel nu eens dat je door Voeren loopt. En alles zal daarom geploegd worden. Dan krijg je ten eerste ook nadelen beneden in de valleien, door de overstroming, door de modder, die je dan als gemeente weer moet gaan betalen. We hebben nu al verschillende opvangbekkers. Maar veronderstel dat je dan nu alles, en ik weet dat A en B nu heel kwaad gaat zijn op mij, ze willen nog 150 hectare, afgerond 150 hectare bos bijbouwen. Nu moet je je voorstellen dat je een van die hellingen volledig vol gaat bouwen met bossen. Ja, dan ben je ook weer het vergezicht kwijt. Dus van die zaken moeten wij allemaal een modus vivendum zoeken om daar tot een goed traject te komen. Ja. En dat lukt wel op dit ogenblik. Ja. Heeft het al net gehad nu, hè, over risico op overstromingen, modderstromen ook. Ja, die kleine riviertjes in Voeren die zo pittoresk zijn tegelijkertijd, maar de Berwijn en dergelijke vormen soms ook problemen bij wateroverlast. Heeft u dat onder controle? Dat hebben we niet altijd onder controle. Ten eerste, wat de Berwijn aangaat, doet zich een enorm fenomeen voor. Als de Berwijn hoger komt, dan heb je op 200 meter afstand van de Berwijn het grondwater dat stijgt en dat binnen mensen in de kelder komt, terwijl je in het dorp zelf geen water ziet. Ja? Maar als je nu ziet de constructie in Moelingen, die mensen hebben daar in het verleden zeer goed over nagedacht. Er is geen enkel huis op het plein in Moelingen, op kerkplein in Moelingen, dat geen trappen heeft om naar binnen te gaan. Neem nu de Voer, bij ons in Schravenvoeren, je zegt het zelf, die is gekanaliseerd. Wel, dan gaan we nu op afstand van verschillende honderden meters een bypass maken. Waarom een bypass? Omdat we dan water kunnen collecteren bij hevige regenval en alles, dat we daarna dus loslaten in de Voer. Dat is een werk van Aquafin. Wij participeren daar ook in met de gemeente. Ja, nu Voeren, we hebben het nogal gezegd, het is mooi, het is gastvrij, het is pittoresk, maar ik kan me inbeelden dat het niet de meest sexy plek is voor jongeren om te blijven wonen. Wel, wat gaat u daaraan doen? Het gekke is inderdaad dat het zo was. Maar we hebben nu een paar woonaansnijdingsgebieden. En het is ongelooflijk hoeveel jongeren dat daar gekomen zijn. Heeft het dan over jonge gezinnen?
Jonge gezinnen. Ja. Jonge gezinnen. En ik zie dus ook de laatste 3 jaren, ja, op een bevolking van 400 inwoners of 4.056 inwoners in eerste instantie, ga je natuurlijk geen massale groei krijgen. Maar de laatste 3 jaren is de populatie in Voeren terug aan het groeien. En dat is natuurlijk doordat je de kans hebt geboden aan jongeren om zich in Voeren te vestigen. We hebben een sociale wijk gebouwd en nu zijn we een andere wijk aan het uitbouwen. En dat is ook nodig. Want je zegt, Voeren ligt ver af. Wel, als ik jou zou vertellen dat ik vanuit Voeren veel sneller in Brussel ben dan vanuit Hasselt met de trein, dan zou je mij voor gek verklaren. Maar dat is niet zo. Als ik naar Vizé ga, heb ik een rechtstreekse trein naar Brussel. Ja. En zonder stop en dit en dat. Noord-Limburg bijvoorbeeld. Ja, die mensen die zijn schandalig behandeld op dat vlak. Hè? Als die naar Brussel moeten gaan met openbaar vervoer, ik vind dat triestig. Ik woon er niet, maar ik vind dat voor hen triestig. Ja. Maar bij ons in Voeren hebben we toch wel meer mogelijkheden. De autoweg komt ook door Voeren. Alles, als ik naar Brussel ga, ik krijg in Voeren de autoweg op en ik stop in Brussel. Nu, en wat ook is, en daarom zijn er jongeren die bij ons kunnen blijven wonen en die gewoon, jongeren zijn meer openbaar vervoer minded dan wij. Ja, klopt. Maar als u dan nu meer en meer jonge gezinnen aantrekt, die krijgen kinderen, die groeien op. Dat ja. wordt jeugd, dat worden pubers, ja. dat worden tieners. Ja. Die willen natuurlijk wel wat beleven in eigen gemeente ook. Ik denk dat Voeren, als je nominaal bekijkt ten opzichte van de bevolking, waarschijnlijk de gemeente is met de meeste fuiven. Dat is zo. Dus dat gaat bijna geen weekend voorbij of er is iets. Of er is een fuif. Ja. Dus dat wil zeggen, en ook grote fuiven met duizenden mensen, die zijn er ook bij ons in Voeren. We hebben voetbalploegen, zowel aan de ene kant als aan de andere kant. We hebben een judoclub, we hebben voldoende cafés, we hebben eigen scholen, we hebben een sporthal, we hebben een muziekacademie. Je zal zeggen, ja, het is een klein dorpje, maar we hebben dat allemaal. We hebben dat allemaal. Dus degene die zich in de culturele sector wil ontplooien, die heeft dat. Degene in de sportsector heeft dat, maar het uitgangsleven hebben ze allemaal. Ja. En u heeft natuurlijk heel veel carnaval ook. Ja, carnaval. We zitten dit jaar met het fenomenale probleem natuurlijk van de voertuigen. Wie mag rijden, wie mag niet rijden, welke voertuigen moeten gekeurd zijn, zoiets allemaal. En dat leeft wel onder de bevolking. En de mensen zeggen dan, ja, je hebt er weer iets uitgevonden. Ik heb niks uitgevonden. Dat is een wet van 2004. Maar het is natuurlijk de burgemeester die de schuld is, want de burgemeester moet dan maar de wet omzeilen. Ja. Dat gaat natuurlijk niet. Hè? Ja. Helaas. Ja. Ja, het speelt zich ook af op de wegen. En over die wegen in Voeren bent u toch ook wel bekommerd. Hè? De afgelopen jaren heeft u zich enkele keren druk gemaakt, zal ik het maar noemen, over die gigantisch grote groepen wielertoeristen die de Voerense wegen kwamen bereiden. Ja, je moet dat een beetje nuanceren. Ik heb dus totaal niks tegen wielertoeristen die zich aan de verkeersreglementen houden. Maar als je als brandweer uitdrukt in Voeren en ze rijden met 5 over de volledige breedte van de weg, ze horen de sirenes en ze steken de middenvinger op naar de brandweer die achter hen komt, dan ga ik wel de boom in, hè. Dan ben ik kwaad. Trouwens, dat zou elke burgemeester zijn. Geen enkele burgemeester kan dat verdragen. En daar heb ik iets tegen. Degenen die het verkeer blokkeren omdat ze denken, deze weg die is volledig van ons. Nee, die is niet alleen van hen. De wielertoeristen moeten zich ook houden aan de verkeersreglementen. En als dat gebeurt, is er geen enkel probleem in Voeren. Dit jaar hebben we het fenomeen dat er tijdens de winterperiode niks gestopt is. Iedereen is blijven fietsen bij ons in Voeren. Dus we hebben de overgang tussen de seizoenen zelfs niet meegemaakt bij ons. Nee, maar het betekent misschien wel dat op het, zeg maar het hoogtepunt van de lente of de zomer Voeren op sommige momenten binnen zijn context bekeken wat het slachtoffer van zijn eigen succes wordt. Ja, enerzijds ben je het slachtoffer en anderzijds de horeca vaart er wel bij, uiteraard. Hè. Dus je hebt altijd een voor- en tegenkant. Maar het is dus zo dat wij alle georganiseerde, dus de grootste manifestaties die er bestaan, die hebben we in de hand. En het ene jaar krijgt 10 toelating en het andere jaar krijgt 10 toelating. Dus het is niet meer zo dat we elk jaar 20 van die grote organisaties hebben. Nee, samen met Nederland Zuid-Limburg hebben we dat in de hand. En palen wij uit, die komen dit jaar bij ons, die komen dit jaar bij jullie, die doen de Amstel van vroeger en die komen in Voeren. Dat is een afspraak die we hebben, dat wordt geregeld door het provinciaal bestuur in Maastricht. Ja. Op het communautaire vlak is het rustig de afgelopen jaren. Nu, de verkiezingen komen eraan en meestal betekent dat toch wel een of ander lontje in het Voerense kruidvat. Wat men mag u dat proberen van de andere kant, maar wij gaan er niet op in. We hebben dat nu al verschillende verkiezingen gedaan, dat we gezegd hebben, wij gaan gewoon niet in op de provocaties wat taal aangaat. We hebben gemerkt op dit ogenblik dat in de gemeenteraad er maar één thema is dat men bespeelt. En dat is het thema taalpolitiek.
En we doen daar niet meer aan mee. Iedereen heeft gezegd toen ik burgemeester werd, er gaat nu het ergste van het ergste van het ergste gebeuren met de francofonen bij ons in Voeren. Ik zie dat er heel wat francofonen zeer tevreden zijn over ons. Maar je moet daar natuurlijk ook zelf een opoffering voor doen. Iemand die Franstalig is, die naar het gemeentehuis komt, die mij wil spreken. Ik ben als burgemeester volgens de wet niet verplicht om Frans te spreken. Ik moet de secretaris erbij halen. Maar ik doe dat wel. Ik open dat naar die mensen toe. En daarom is het zo rustig geworden bij ons in Voeren. En ik denk dat de Voerenaar op dit ogenblik een beetje genoeg heeft van de agressieve politiek daartegen. En dus moet je een andere vorm van politiek gaan doen. Dat wil zeggen, de Voerenaars allemaal herkennen. En het gekke van alles is dat ik nu merk dat er weer meer mensen dialect beginnen te spreken bij ons in Voeren. En dat vind ik natuurlijk top. Wel, misschien om af te ronden, in het dialect dan. Stel dat u verkozen wordt, gaat u opnieuw voor de termijn... Verkozen? Wacht eens een beetje. Ik moet eerst op de lijst staan. Hè. Ik ga ervan uit dat dat wel in orde gaat komen, dat u op de lijst gaat komen. En stel dat u dan verkozen wordt, wil u opnieuw voor 6 jaar gaan? U mag het voerendse dialect zeggen. Nee, ik ga zeker niet opnieuw voor 6 jaar. Ik heb altijd gezegd dat firme 70ste zou stoppen. In 2021 jaar ik nu, ben ik juist 69 jaar geworden in december, ben ik juist 20 jaar burgemeester en we hebben een convenant in voerbelangen dat we in dat jaar maximaal met 20% plus 60-jarigen moeten zitten. Oké. En dan val ik onder. Dat is genoteerd. Ja. Bedankt voor uw komst, burgemeester Huub Roes van Voeren.